wel merk bij de clubs, want ja, heel veel wordt ook niet echt aangeboden. Dus misschien weten spelers ook niet, niet beter. Ja, vaak begin van het seizoen, weet je wel, de welbekende piepjestest wordt bijvoorbeeld gedaan. En volgend jaar doen we hem weer, of op een half jaar bijvoorbeeld. En ik vraag me dan altijd af, wat is er zeg maar tussen die test gebeurd, weet je wel? Want uiteindelijk wil je, denk ik, als, zeker ook als club, je wilt dat die spelers beter presteren op die volgende test. Absoluut. Maar wat is daar, wat is daar tussenin gebeurd? En daarin, ja, ook weer een gemiste kans, denk ik, van... Juist daar kan je dat individuele deel goed zien, want je hebt individuele scores als je al een test doet. Klopt. En ja, dat is zonde. Ja, wat je zegt, dat is een goeie. En vaak is het een soort, ik noem het een soort schijntest. Je gaat in kaart brengen hoe een speler na een zomervakantie van een aantal weken niks doen. In kaart brengen hoe hij of zij er nu voor staat. Een prima gegevens, een mooie nulpuntmeting. Als je dan de juiste dingen doet en niet alleen een Coopertest gaat lopen, maar dat je echt ook een piepjestest, in ieder geval wat meer voetbalspecifiek is, erin te gaan brengen. Maar goed, wat Wessel ook zegt, dan heb je een nulpuntmeting. En met die nulpuntmeting, dat is zeg maar waar je mee gaat starten. Dus daar zou je ook het individuele deel aan gaan koppelen van, hey, dat stukje repeated power, ofwel in die piepjestest loop je een mooie score. Maar ik zie dat je in krachttekort komt, is dat je dan het kracht gaat aanreiken of aan gaat tikken. Maar wat ik vaak zie is dat ze een test doen aan het begin. En voor de rest doen ze er helemaal niks mee. Ze zeggen alleen maar als team average van, goed, we moeten wel aan ons conditie werken, want de team average is niet zo goed. Nee. Daar gaan we de wedstrijden niet mee winnen. Ja, dat is een leuk gegeven. Maar juist ook dat stukje individualiteit vanuit een testgegeven moet je gaan gebruiken om te kijken, monitoren noemen we dat, zeg maar, vanuit het team performance, vanuit Team NL, om te gaan kijken van, hey, hoe sta je in het proces om een speler individueel beter te maken? Ja. Met andere woorden, fitchecks, wat je ook bij Fit voor Voetbal zeker kan doen. En die specifiek zich richt op voetbalkwaliteiten, om te kijken van, hey, ben ik met mijn schema goed bezig? Moet ik het niet gaan aanpassen? Dus één keer een test aan het begin en ergens misschien na de winterstop te doen, is een goede intentie, een leuke intentie, maar er moet er wel iets mee gedaan worden. En vaak wordt het gewoon in de koelkast gezet van, nou, we hebben een test gedaan, we zien het, dat is die goed. En we doen weer de dingen die we altijd gedaan hebben. Precies. Mis de kans. Ja, echt testen om het testen eigenlijk. Gewoon, dan hebben we een test. En wat je al mooi aanhaalde, we zijn sinds afgelopen jaar ook mede om die reden begonnen met de fitcheck hier in Amsterdam. Ja, kan je daar, en met succes. In ja, zeker. Dat we spelers zien die best op hoog niveau spelen. BVO, op BVO niveau. En dan toch zeg maar een aantal kwaliteiten waar ze nog winst in kunnen halen. Ja. En dat specifiek in kaart brengen en daar een fit voor voetbal schema aan te koppelen. Ja, dan maakt het 1 en 1 maakt 3. Dan word je nog beter in de dingen die je doet. Precies. Dus daar zien we heel mooie resultaten van. Plus het feit dat je een hele mooie analyse krijgt hoe je op dit moment ervoor staat. Ja. Dus een mooi PDF, analyse verhaal op jouw specifieke kwaliteiten. Ja, precies. Dus, mocht je luisteren en kijken, zeker doen. Ja, meld je aan. Kan luisteraar misschien iets vertellen over de fitcheck? Ja. Wat houdt het precies in? Stel je denkt, nee, ik vind het wel interessant. Je kan sowieso naar fitforvoetbal.nl/fitcheck gaan. Dan lees je er ook al meer over. Ja. Maar wat kan je verwachten als je daar uiteindelijk bent en het mag weer doorgaan? Nou, je zit er sowieso in een team performance omgeving. Dus dat is al gaaf dat je zeg maar, in een Team NL sportlocatie terecht gaat komen. Dus de omgeving spreekt al topsport uit. Dus dat is de eerste winst die je gaat maken. Ja. Nou, als je binnenkomt, word je uiteraard verwelkomd. We gaan dan een aantal vragen aan je stellen. We hebben zeg maar, een aantal meetresultaten nodig van je. Het gewicht, kijken hoe zeg maar, jou met je massa jou kan gaan versnellen. Wat zeg maar, jouw leeftijd is, om zeg maar, de hartslagfrequentie eraan te koppelen. Dus we hebben een aantal basisgegevens nodig. Je lengte, gewoon zoals je staat, maar ook als je zit. Dat we ook kunnen kijken van, hey, ben je in de jeugd, zit je nog in een groeispurt, ja of nee? Dus dat ook mooi wordt meegenomen in de analyse. Vervolgens ga je een aantal readiness testen doen. Dat doen we met een soort kastje gekoppeld aan een draadje die gaat meten jouw spronghoogte. Maar gelijkertijd daar op basis ook uitspraken kunnen doen van, hey, hoe jouw herstel eventueel is ten opzichte van een vorige fitcheck die je daarvoor gehad hebt. Dus als je wat meer bij ons komt, krijg je steeds meer gegevens die we kunnen creëren. Ja. En dat is een onbelaste test. Dan krijg je een mooie standaard warming-up voor een test, zodat de warming-up niet de test kan gaan beïnvloeden. Nou, we gaan kijken naar lineaire speed. Dat wil zeggen gewoon in een rechte lijn sprinten. Maar goed, dat is niet heel voetbalspecifiek, want je moet juist wenden en keren. Dus we doen ook zeg maar, op dat stukje acceleratiedeel gewoon 10 meter kijken hoe snel je bent om die eerste paar passen te kunnen gaan maken. En zeg maar een wat langere tijdsperiode van 20 tot 30 meter die we gaan meten. Nou, daar hebben we zeg maar, benchmarks voor van hey, wat we zien bij de vorige BVO zeg maar, voetballers
en andere voetballers die gewoon veel data hebben van hoe sta je ten opzichte van zeg maar, dat, dat spectrum. We gaan kijken naar change direction, zo'n T-test, waarbij je moet wenden en keren en achterwaarts moet gaan lopen om te kijken hoe, de, hoe je daarvoor in kaart bent gebracht. Vervolgens gaan we ook kijken naar, we noemen het zeg maar de VO2 max. Hoe goed ben je in staat om zuurstof die in de lucht staat op te nemen en te kunnen verwerken in jouw sprintdeel. Dus het wenden en keren op een kortere afstand. Dus kijken hoe ver, hoeveel trappen jij kan gaan doen. Zodat we een beetje een totaalbeeld kunnen krijgen van, hey, dit zijn de dingen waar je aan kan gaan werken. En niet vergeten is dat we ook aan het begin een soort klattest afnemen. Oh ja. En een klattest wil zeggen zo'n onbelaste test om te kijken van, hey, bij dat decelereren heb je een bepaalde kracht nodig om vanuit één been weg te kunnen duwen van een ander. Nou, we gaan kijken vanuit een lichte verhoging hoe jij vanuit afstapt, wat jouw lichaam als een reactie geeft op dat die kleine verhoging, maar zo hoogje, om te kijken wat je lijf doet. Daar zien we al heel veel dingen uit van, hey, dat zou kunnen verbeterd worden. Dat je weinig energie kan weglekken op het moment dat je van ene richting naar de andere richting moet gaan verplaatsen. Nou, kijkend naar zeg maar links- en rechtsverschillen. Want vaak ben je rechtsbenig of linksbenig en sommige zijn tweebenig. Maar kijk hoe de kracht zit, links en rechts, met een soort zo'n drie-hop-test. Dus je gaat drie sprongen maken, zover als je kunt. En daar zien we ook wel wat dingen naar voren komen die gewoon heel preventief opgelost kan worden. Zodat op het moment dat jij aan het voetballen bent in een bepaalde rechtsbuiten of een linksbuitenpositie, je wel zeg maar in balans blijft qua spierkracht en spieruithoudingsvermogen en spierpower. Dat wil zeggen de één explosieve actie die je kunt gaan maken. Want als er te veel disbalans in zit, dan heb je kans dat daar een kans, hè, dus altijd het is een aanname, is dat je een blessure zou kunnen creëren. Dat wil niet zeggen, dus als je een asymmetrie hebt, dat je altijd een blessure gaat krijgen, maar de kans erop, de aanname die we daar doen, is wel wat groter. Dus we brengen ook in kaart van waar je preventief aan kunt gaan werken. Ofwel, een compleet plaatje van alle kwaliteiten die gevraagd worden op het voetbalveld, hebben wij vertaald in een unieke situatie, standaard situatie, die we, als je meerdere keer bij ons kan vergelijken, wat we net ook gezegd hebben. Niet alleen maar één test en dan, we gaan wat doen. Nee, op basis daarvan een gericht programma te creëren, om dan later weer terug te komen van, hé, waar ben je nou in verbeterd? Of waar komen we nog steeds in tekort? Moeten we het programma niet aanpassen? Nou, zo ben je op het individuele deel bezig in jouw team performance op het veld. Precies, en dat is ook die mooie combinatie tussen dus ons online deel en offline deel. Dat je dat rapport heel mooi weer in het plan kan gieten natuurlijk. Ja, dat gebruiken we absoluut. Precies. Zeker al voorbeelden van voetballers die al misschien een jaar, 2 jaar bij ons zaten, maar die dan nu ook offline bij ons langskwamen. Dus superleuk. Ja, kijk ook de tutorials zeg maar, die onder aangegeven worden van wat zij van het Fit voor Voetbalprogramma hebben meegekregen. Ja. Ook altijd leuk om te lezen. Zeker. Of te kijken of het iets voor jou ook is. Daarom. Nee, dus voel je welkom om een keertje langs te komen. Zekers. Tof.